Ja. Zeg, Matthijs, wat vind jij van mij? Nee, 26. Ken je collega's? Zo'n Gierigaard die niet trakteert. Ken je dat? Dus ja. Allee, 26. 24 april kende ik je nog niet. Dat is jammer. In zijn hart nog altijd 21. Ah ja, dat is juist. Ja, je bent ouder. 46. Yes! Correct. Je mocht dat niet vragen aan vrouwen. Ja, ze vragen toch niet aan mij? Allee, 58. Ik weet niet. Top. Exact, 58. Dat weet ik niet. Mag je niet vragen aan mij? 29. 33. Hij is kei lief. Dat is een kei... dwaas antwoord. Humorvol. Ik schep altijd zijn soep in en daar wordt hij heel blij van. Dat vind ik leuk. Het klinkt flauw en kneuterig, maar de zon in huis... Wow. Dat is toch kei belangrijk. Dat is altijd mijn soep inscheurd. Nee. Er is eigenlijk niks dat ik negatief kan zeggen over Tatjana Belooy. Dat is wel echt waar. Niet liegen, hè? Nee. Maar Tatjana is ook zeer geduldig. Nee, dat is niet waar. Tatjana, jij bent niet geduldig, hè? Nee, maar. Goed lachs. Goed lachs. Geen idee. Die Kodak van nu. Bestaat dat ook zonder klik, dat hij in stilte kan klikken? Want Jurgen die maakt altijd mooie setfoto's, wat dan goed is. En dan is altijd met een klik mee gemoeid. Die klik kunnen we misschien nog afhalen. Ik ga proberen er iets aan te doen, ja. Hij eet geen ontbijt en dat is echt een mega slechte gewoonte. Dat is de basis van de dag het ontbijt. Dat is echt een slechte gewoonte. Dat vind ik dan een slechte eigenschap bij haar, want zij is very healthy eigenlijk. Hè. Dus, ja. Dat is een slechte eigenschap. Ja, en ze wijst mij daar ook constant op. Ze lost altijd alles op met geweld. Ja. Ik denk dat Ben heel blij is met zijn lengte. Ja. Is dat zo? Over welke lengte hebben we het? De lengte van zijn verschijning. Ja, hallo. Oké. Okay. Ik denk haar fantastische uitstraling. Sowieso zijn gezicht. Die geld keert op zijn eigen. Huh? Zijn haar. Dit haar of zijn echt haar? Dit haar. Dat weet ik niet, maar haar coiffure vind ik wel persoonlijk. Hè? Dus, ja. Ben je er zelf ook trots op? Zeer, 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 zeer. Hè? Zijn vrouw. Denk ook zijn vrouw en kinderen. Zijn vrouw en kind? Het is geen onbewoond eiland, hè. Ja, maar jij bewoont het sowieso al als collega. Uw vriend? Ja? Ja. Alleen dat? Voilà. En als ze geen persoon, als ze geen persoon mag meenemen? Jij, uw gsm. Jongen. Huh? Jij hobby's of zo? Ik weet dat niet. Een boek of zo? Ja. Zijn een Kodak.